Maatschappijlid 2, criminaliteit BB. Hoofdstuk 14, preventie. De landelijke overheid. De landelijke overheid maakt natuurlijk ook beleid om criminaliteit te voorkomen. Daarbij moet je denken aan het creëren van banen, zorg voor goede huisvesting en voorlichting geven, bijvoorbeeld via Postbus 51. Een anti-spijbelbeleid voeren, zo is er bijvoorbeeld in sommige steden een spijbelbus. Maar de landelijke overheid kan natuurlijk lang niet alle problemen even goed overzien. Daarom moet de lokale overheid ook allerlei dingen doen. De lokale overheid is namelijk veel beter geschikt om kleine problemen aan te pakken dan de landelijke. Ze weten ook vaak precies waar bijvoorbeeld problemen zijn in hun eigen plaats. Ook de lokale overheid maakt dus beleid om criminaliteit te voorkomen. Denk daarbij aan preventief fouilleren, bijvoorbeeld bij evenementen, zoals een Koninginnedag in Amsterdam of een dorpsfeest. Er kan bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd verboden worden. En gemeentes kunnen bijvoorbeeld ook een blowverbod instellen. Soorten maatregelen tegen criminaliteit. Meer sociale controle. Verbeteren van de woonomgeving. En hulpbureaus. Sociale controle. Sociale controle is eigenlijk heel simpel. Hou mensen in de gaten en ze plegen minder snel strafbare feiten. Bijvoorbeeld. Meer bewaking bij winkels. Meer blauw op straat. En meer conducteurs in treinen. Verbetering van de woonomgeving. Als je zorgt dat je in een nette omgeving zit, gaan mensen zich ook netjes gedragen. Voorbeelden van maatregelen om dit te zorgen dat dit zo is, zijn: voorkomen van leegstand, technische maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld meer straatverlichting, en meer voorzieningen voor jongeren, bijvoorbeeld een jongerenhangplek. Haltbureaus. Halt staat voor het alternatief. Het is eigenlijk de bedoeling van halt dat als je eens een keer een overtreding maakt als jongere, dat je dan niet gelijk in aanraking komt met de rechter. Je krijgt dan een haltafdoening. Bij een haltafdoening krijg je wel een taakstraf, maar geen strafblad. Waarvoor krijg je eigenlijk halt? Je moet 12 tot 18 jaar zijn. En je kunt voor een van de volgende delicten krijgen. Opvallende in de lijst zijn bijvoorbeeld openbare dronkenschap, vuurwerkdelicten, schoolverzuim, oftewel spijbelen, en nog een heleboel andere dingen. Om criminaliteit te voorkomen hebben ook burgers en bedrijven zelf een rol. Ze kunnen namelijk ook zelf voor beveiliging zorgen. Scholen bijvoorbeeld kunnen extra aandacht besteden aan hun spijbelbeleid en daarbij bijvoorbeeld hulp inschakelen van de politie of van de leerplicht. Buurtbewoners kunnen meer op elkaar letten, dus meer sociale controle, en bijvoorbeeld daarom burgerwachten instellen. Zo kunnen dus burgers, bedrijven en andere instellingen ook zelf helpen om criminaliteit te voorkomen.